Bladerdeeg is dat zo lekker vers. Je ruikt het, hè? Het is natuurlijk geen oud bladerdeeg. Het is gewoon lekker vers gebakken. En dan koop je gewoon eens zo'n pakje in de winkel. En met jouw goedvinden maak je het in de. En dus, ja, dat is klopt, hè? Maar het zit in een hart. Het is meer dan Ali en het hart van Nederland. Nou ja, wat wil je nog meer? En het is zo'n simpel recept, hè? Op, ja. op een pakje bladerdeeg die je bakt, gaat ongeveer 250 gram suiker. Ja, natuurlijk. Dat is meer, hè? Ja, van mij wel. Ja, ik vind het prima. Maar verspreiden. Een paar rozijnen. Nou, gewoon, het mag gewoon gemengd worden. Een paar rozijnen. En je hoeft dat niet precies af te wegen, natuurlijk. Pistas, pitten als je wil. Ja. En nog wat amandelen? Ja, nee, dat lijkt me lekker. En dan straks? En kaneel. Kaneel en melk, denk ik. Kaneel en melk. Ook speciaal nog, nee, het kan gewoon melk zijn. Dat kan gewoon de melk zijn. Nou, dit gaan we mengen. Ja. En dan gewoon in die schaaltjes doen en dan gieten we de melk over en dan bakken we het in de oven. Dat is zo simpel, 20 minuten, 180, 200 graden. Ja, hoe is dat met je zoon ook nog die vandaag? Ja, die is ja, je zoon is gefeliciteerd. Ja, hé, Yves, wat is het nu in doen? En nu valt het nog mee, nu is het ongeveer 35.